deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen. Ik ga make-up testen van het merk A Beauty Bay. Voor de mensen die Beauty Bay niet kennen, A Beauty Bay is een make-up website uit Engeland. Je kunt het een beetje vergelijken met de website hier, Boozy Shop. Het is een website die gewoon allemaal verschillende make-up merken verkoopt. Maar Beauty Bay heeft ook hun eigen make-up lijn. En die make-up heb ik besteld en die heb ik binnengekregen en die ga ik vandaag testen. Ik heb zoveel besteld als kan. Het is absoluut niet genoeg voor een full face of make-up. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 producten. Maar die ga ik dus vandaag allemaal uitproberen. Het huismerk van Beauty Bay is ook redelijk betaalbaar. Het is niet allemaal super duur, dus dat maakt het ook extra chill. Als je vanuit Engeland bestelt, hoef je geen douane of niks te betalen, want Engeland zit in de EU. Einde van het jaar gaan ze de EU uit. En als er niks verandert, dan moeten we dus vanaf januari 2021 wel douane betalen. Als je vanuit Engeland bestelt. Dus dat is wel een beetje KUT. Maar vooralsnog kun je gewoon makkelijk daar bestellen. Zonder douane of niks te hoeven te betalen. Je hoeft vanaf een bepaald bedrag ook geen verzending te betalen. Volgens mij heb ik nou ook geen verzending betaald. Dus het is eigenlijk gewoon alsof je het vanuit hier bestelt. En ik had het echt super snel binnen een week. Ik had de laatste tijd wel gezien bij Beauty Bay dat een aantal dingen verkeerd gaan. Veel mensen kregen hun bestellingen niet meer en zo. Ik heb het gewoon weer binnen een week binnen gehad. Ik heb ook super vaak al bij hun besteld. En ik heb nooit problemen gehad. Dus dat wil ik nog eventjes de wereld in helpen. In plaats van de wereld uit helpen, wil ik iets de wereld in helpen. En ja, dat is dan wat we vandaag weer gaan doen. Het wordt ook weer een heftige ooglook. Dat heb ik ook al een tijdje niet meer gedaan, dus daar heb ik weer zin in. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Nou is het alsof ik naakt ben, maar obvious heb ik gewoon dit aan. Omdat het dus, zoals ik al net zei, een heftige look wordt, ga ik beginnen met de ogen. Ik heb hier van Beauty Bay het Bright Matte paletje. Dit zijn dus allemaal matte kleuren. Hun merk heet volgens mij gewoon By Beauty Bay. Dus ja, voor de Beauty Obsessed. De verpakking is gewoon heel simpel. Ik heb al eerder een grote oogschaduwpalet gehad van hun en die vond ik ook prima. Ik heb nou gekozen voor een van hun kleinere paletjes, Bright Matte, dus heftige matte kleurtjes. De verpakking is ook echt heftig, dat gaat samen met de kleuren die erin zitten. En dit zijn dan de kleurtjes. Super, super leuk. Het zijn 9 kleurtjes, allemaal matte kleurtjes. Maar hiermee kun je echt een hele heftige look maken. Of je houdt ze meer een beetje simpel en gaat gewoon alleen maar voor een beetje roze, oranje kleuren. En dan kun je ook wel gewoon een everyday lookje hiermee maken. En je hebt ook een spiegeltje. Dat vind ik wel heel erg chill. Ook omdat dit een vrij betaalbaar paletje is, heb je dan vaak geen spiegel erin. Maar dat hebben hun wel. Dus dat vind ik echt super chill. De verpakking is gewoon prima. Gewoon kartonverpakking. Niks speciaals. De kleuren zien er echt veelbelovend uit. Ze zien er best wel heftig uit. Je zult nou wel misschien denken, Sarah, sinds wanneer maak jij een volledige matte look? Waar zijn de glitters en al die dingen? Maak je niet terug, want ik heb ook van hun Living My Best Light Liquid Oogschaduw. Die heb ik ook gekocht. En dit is gewoon een glans. Dit is, by the way, de Liquid Crystal Eyeshadow. En dit is hem dan. Gewoon een normale liquid oogschaduw. In de kleur Peach Quartz. Dit is een beetje een rozige, rosé-achtige kleur. Dat vond ik wel mooi. Want ik wilde vandaag voor een beetje een heftige roze look gaan. Ik zal hem ook even swatchen op mijn hand. Dit is de applicator. Gewoon vrij normaal. Oeh, hij ziet er heel mooi uit. Jullie weten, ik kan echt geen enkele look gewoon mat laten. Kijk even dit dan. Wauw. Deze wilde ik ook graag proberen. Dus hiermee ga ik vandaag een ooglookje maken. We gaan even inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primen van de oogleden met deze P. Louise Base in de kleur 1. Ik ga beginnen met deze gele matte kleur. Die heet Hello Sunshine. Met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast breng ik die kleur aan in mijn hele arcadeboog. En ik breng het best wel hoog aan, want dit wordt de allereerste kleur. Dus je moet die aan het einde van de look nog wel gewoon kunnen zien. Dan ga ik in met de oranje matte kleur. Die heet Heatwave. En die breng ik een klein beetje aan onder de gele kleur. Ik vind ook, by the way, de kleuren samenstelling in het paletje echt super goed gedaan. De kleuren gaan heel goed samen met elkaar. En je kunt hier echt een heleboel looks mee maken. Ik heb echt al een heleboel looks in mijn hoofd die ik met dit paletje zou kunnen maken. Dus dat is echt top. Ik breng niet te veel aan van de oranje kleur. Gewoon maar een heel klein beetje. Omdat ik gewoon een beetje een overgang wil van die gele en oranje kleur. Want ik ga zo meteen ook in met de roze kleur. Dus de oranje kleur is niet echt super belangrijk voor deze ooglook. En dan pak ik de felroze matte kleur. Die heet Make Them Wink. En die breng ik ook nog onder die andere twee kleuren aan. Deze komt dus best wel laag. Ik gebruik, by the way, nog steeds dezelfde kwast.
By the way, even iets wat echt totaal niks te maken heeft met de video. Maar voor al mijn Netflix lovers, ik heb een leuke serie voor jullie. Die heet Bates Motel. Ik heb die al een tijdje geleden gezien. Het is echt een fantastische serie. Ik vind ook helemaal niet dat die is opgehyped of zo. En ik snap niet waarom, want het is echt een geweldige serie. Dus mocht je nog op zoek zijn naar iets leuks, dan kijk vooral Bates Motel. Ik ga nou ook weer even in met die oranje kleur, een heel klein beetje. Niet te veel. En dan bak ik ook nog een beetje van die gele kleur. En dan ga ik daarmee een beetje over de randen om die kleur een beetje terug te brengen. Want vaak als je allemaal drie kleuren mengt met elkaar, dan wordt het één grote kleur. Dan pak ik deze rode matte kleur. Carl Diem of Carl Diem, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dan pak ik mijn Zoeva 227 kwast. Is een platte fluffy kwast. En die kleur breng ik een beetje aan. Echt alleen maar in de hoeken. En dan zo naar buiten blenden. En dan pak ik weer een beetje van die roze kleur met die fluffy kwast. En daarmee ga ik er ook nog een beetje weer overheen. Om het weer iets meer rozig te maken in plaats van rood. Nu wil ik een cut crease gaan maken zonder een cut crease te maken. Ik ga dat doen met deze oogschaduw. Dit was dus de kleur Peach Quartz. Ik zet sowieso alles wat ik vandaag gebruik beneden in de beschrijving. Vaak met een liquid oogschaduw hoef je helemaal niet van tevoren een cut crease te maken. Want je kunt die gewoon creëren met de liquid oogschaduw. Dus ik ga kijken of dit lukt. Ik ga het proberen te doen zonder een kwast. Maar ik weet dus niet of dat gaat. Of dit product goed genoeg is daarvoor. Maar we gaan het gewoon proberen. Nou, dat ging echt prima. Wauw. Kijk even hoe heftig dit is. Oké, je moet niet twee keer over dezelfde plek heen gaan, want dan gaat het wat eronder zit eraf halen. Dus één swipe is echt meer dan genoeg. Dan pak ik weer deze roze kleur. En die ga ik dan hier in de buitenste hoek een beetje inblenden met die glanzende kleur. Zodat het mooi in elkaar overgaat. Ik hoop dat dat lukt. Ik pak even een kleinere kwast. Dit is de Zoeva 231. Kijk even hoe leuk dit is, jongens. Lekker heftig. Ik vind allebei de producten fijn. Het oogschaduwpaletje blenden top. En deze liquid oogschaduw ook. Ik hoop ook dat hij gewoon goed blijft zitten en niet eraf gaat korrelen. Want dat gebeurt af en toe. Dus zolang hij dat niet doet, vind ik hem prima. Maar dat moeten we nog even afwachten. Ik ga even mijn ogen afmaken. Ik ga even mascara doen en nepwimpers. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ogen zijn voor nu eventjes af. Ik ga beginnen aan het gezicht. Ik heb verder niks van hun qua gezichtsproducten. Want dat hebben ze niet. Wat ze wel hadden was make-up sponsjes. Ze hadden er echt een aantal. En ik heb gewoon deze besteld. Ik weet niet eens meer welke ik heb besteld. Het is een 2-pack met twee sponsen. Deze wil ik gaan proberen als ik het open krijg. Oh, je moet hem gewoon zo openmaken. Ik dacht dat je hem zo eruit kon trekken. En dan heb je er twee. Dat is wel echt chill. Want dan als je hem fijn vindt, dan heb je er gelijk twee. Dus dat is wel heel erg chill. Het lijkt een beetje op een normale beauty blender. Alleen hier zo is het plat. Zien we dit? Het kleine beetje. Dat is plat gemaakt, maar de rest is gewoon bol. Ze voelen best wel zacht aan, dus ze voelen veelbelovend aan. Dus hiermee ga ik mijn foundation en mijn concealer aanbrengen. Ik ga wel heel even eerst mijn gezicht primen met mijn Milani Rose primer. Dat doe ik gewoon altijd met mijn handen, dus dat doe ik even eerst. Ik ga even de spons nat maken zoals altijd. Deze kleur matcht echt perfect met mijn roze vibe vandaag. Nou, hij is een stukje gegroeid. Dit was de andere. Dus zo klein was hij. Dus hij is echt gegroeid. Hij voelt zo zacht aan. Volgens mij ga ik hem echt geweldig vinden. Oh mijn god, ik ben echt enthousiast. Voor foundation gebruik ik mijn Benefit Foundation in de kleur 6. Deze is bijna op, dus ik wil hem op gaan maken. Oh mijn god, mensen, deze spons is fijn. I love it. Ik vind hem alleen wel klein. Hij is iets kleiner dan een normale NYX spons en dan een normale beauty blender. Dat vind ik wel jammer, want dan kost het inblenden mij iets meer tijd. Maar voor de rest is hij goed zacht. Hij zuigt ook niet absurd veel op ofzo. En hij brengt het gewoon allemaal top aan, gewoon zoals ik gewend ben. Dus dat vind ik allemaal toppie. Als je misschien een klein hoofd hebt of een heel klein gezichtje ofzo, vind je dit heel fijn. Of voor concealer, daarvoor is hij ook top als het wat kleiner is. Nou, dit ging echt top. Het is helemaal mooi smooth ingewerkt. Als concealer gebruik ik mijn Revolution Infinite Concealer in de kleur C5. Deze is ook bijna op, dus die gaan we nou ook eventjes extra vaak gebruiken. Volgens mij is hij al op. Ik ben hem nou echt gewoon aan het uitbuiten. Om de spons nog extra goed te testen, ga ik ook cream contour aanbrengen en hem ook daarmee uitblenden. Ik gebruik mijn Huda Beauty Tattoo in de kleur Medium. Oké, voor contourblenden is hij ook echt top. Omdat hij dus niet zo groot is, pakt hij niet gelijk mijn hele wang. En blendt hij het echt gewoon secuur uit. Dat is echt top, jongens. Ik ben echt enthousiast over de spons.
By the way, als ik mijn concealer en mijn contour ga blenden met één spons, doe ik met de ene kant de contour blenden, want die wordt dan helemaal bruin. En aan de andere kant waarmee ik de foundation heb geblend, doe ik ook de concealer. Dat is altijd hoe ik het doe, misschien handig om te weten. Dan ga ik nou de concealer blenden. Oké, nou dat ging helemaal top. Hij blendt alle stof in. Hij blendt gewoon goed. Hij pakt niet te veel product op. Hij is echt super zacht. Enige wat ik dan iets minder vind is dat hij klein is. Ik zal het even laten zien in verhouding. Dit is mijn NYX Cosmetics Spons droog. Dus hij is nog niet eens gegroeid. Hij is niet nat gemaakt. En droog is hij even groot als deze spons nat. En deze spons droog is dus echt een stukje kleiner dan deze spons droog. Zien we dit verschil? Dus hij is echt een stukje kleiner dan wat je misschien gewend bent. Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Want het formaat maakt het ideaal voor cream contour, concealer en dat soort dingen. En ik moet zeggen, qua foundation heeft het me niet absurd lang veel tijd gekost of zo. Absurd lang veel tijd. Klopt die zin? I don't know. Dus ik raad hem alsnog dus zeker aan. Het is echt een top spons. I like it. Plus je krijgt er 2 voor echt een laag bedrag. Dus dat zou ik echt niet laten liggen. Het volgende product dat ik kan gebruiken is een highlighter. Dus ik ga even mijn gezicht afmaken. Ik ga poeder aanbrengen. Poeder contour, bronzer en blush. En dan gaan we verder met de producten. Dus ik kom ook weer nu zo bij jullie terug. Oké, ben ik weer. Ik heb dus poeder gedaan. Contour, bronzer en blush. En ik heb een nude oogpotloodje gedaan in mijn onderste waterlijn. Ik ga even mijn ogen afmaken. Ik ga deze fel een roze kleur aanbrengen op de onderste wimperrand. En ik trek de kleur niet helemaal naar binnen. Ik stop ongeveer iets zo over de helft. En dan wil ik ook deze witte matte kleur pakken. Die heet Coconut Crush. Ik weet niet of het nut gaat hebben, omdat het dus een matte kleur is en geen glanzende kleur. Maar ik ga hem toch een beetje pakken en een beetje aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Om het een beetje te verlichten. Ik denk dat ik daar sowieso ook zometeen een glow aan ga brengen, maar nu wil ik toch ook gewoon die kleur gebruiken. Ik heb nou echt bijna elke kleur in het paletje gebruikt. Kijk, het heeft het daar binnen echt goed wit gemaakt en verlicht. I love it. En dan pak ik nog een beetje en dan breng ik die kleur ook een beetje aan onder mijn wenkbrauwen. Om die een beetje te liften en hier een beetje lichter te maken. Zo, dat had echt nut jongens. Dat had ik echt niet verwacht. Wat een goede witte kleur. En dan ook nog wat mascara op de onderste wimpers. Oké, dat is dan klaar. De ogen zijn helemaal af. Lekker heftig roze. I love it. Ik vind het echt een leuke look. Het volgende product is een highlighter paletje. Dit is Living My Best Light Brilliance Highlighter paletje van Beauty Bay. Super groot. Dit is echt een super groot paletje. Oh my god. Dit is dan de verpakking. Je hebt hem in 2 kleuren. Hierop staat Brilliance. Dus ik denk dat dat de kleurnaam is. En dan zijn dit de 4 kleuren. Echt alle 4 die kleuren spreken maar aan zijn ogen heel heftig. Dus ik hoop ook dat ze dat zijn. En we hebben ook weer een groot spiegeltje. Dat vind ik echt top. Deze is echt groot. Ik zie echt gewoon mijn hele hoofd hierin. Echt top. Nou, dit zijn dan de swatches. De swatchen echt top. Heel erg creamy. Niet zo poederkrijtachtig. En dit was volgens mij het lichtere paletje. En heb je nog 1 donkerder paletje. Al deze 4 kleuren kan ik gewoon alle 4 gebruiken. Dat vind ik altijd fijn. Want vaak in paletjes kun je niet elke kleur gebruiken. En dan zijn er gewoon echt een aantal kleuren voor niks. Maar ik denk in dit paletje echt elke kleur is gewoon bruikbaar voor mij. Dat vind ik wel echt toppie. En ik denk dat ik vandaag ga voor de kleur Charmed. Ik denk dat dat over het algemeen de beste kleur is voor mij. Ja, dit is wel een glow. Ik vroeg om een glow en ik heb een glow gekregen. Het plakt ook goed vast aan de huid. Dat had ik ook al door met die swatch. Het plakt echt en het gaat er niet meer van af. Ik heb echt het gevoel dat dit echt gewoon de hele dag goed gaat blijven zitten. Dat vind ik wel echt top. Dan pak ik ook de kleur hier beneden. Die heet Radiant. En die kleur doe ik dan een beetje hier zo bij mijn voorhoofd. Niet te veel, want ik wil echt niet te veel glow daar. En dit paletje is echt heftig. En ik wil zoals altijd weer like elke kleur gaan gebruiken. Dan pak ik ook nog deze lichtste kleur. Die heet Strobe. En die breng ik dan ook nog aan hier in de binnenste ooghoek. En dan ga ik weer terug in de kleur Charmed. En die kleur ga ik dan ook aanbrengen op mijn neus. I love it. Ik moet wel zeggen, het heeft wel vrij veel textuur. Ik vind dat persoonlijk niet heel erg. Als jij al een huid hebt met heel veel structuur, bijvoorbeeld je hebt acne, puistjes, lijntjes, dat soort dingen, dan is het misschien niet ideaal voor jou, omdat het dan jouw huidstructuur naar boven brengt. En ik denk niet dat je dat wilt. Ik heb een vrij egale huid, dus voor mij maakt het niet per se uit. Dus ik vind hem echt top. I like it. Ik ben echt zo blij dat het goed werkt. Het gaat vandaag allemaal zo goed. Oké, dan de lippen. Voor de lippen heb ik niet per se iets. Ik ga mijn lippen omlijnen met een MAC Lip Potlood Soar. Soar of zoiets. Oké,
Oké, mensen vonden het weer nodig om mij een half uur te bellen terwijl ik in een video zit. Mensen hebben echt geen respect. Ondertussen heb ik mijn lippen dus afgemaakt. Ik had dus dit MAC lippot loodje gebruikt. Toen heb ik deze overal mat liquid lipstick aangebracht in de kleur Nude Potion. En toen mijn Fenty Gloss Balm. Deze gloss is echt geweldig in de kleur Sweet Mouth. Dus die combo heb ik nou op. Als laatste heb ik nog een Fixing Spray Face Mist van Beauty Bay. En er staat op dat hij je gezicht en je make-up refresht en je huid hydrateert. Dus dat is altijd top. Vooral mij met mijn normale tot droge huid. En het is cruelty free en vegan. Volgens mij is hun hele lijn cruelty free en vegan. Het is niet echt de mooiste verpakking ever. Het is gewoon een normaal klein flesje, whatever. Niks speciaals eraan. En er staat dat het voor elke huidtype is. Ik heb by the way ook deze highlighter. Deze onderste kleur heb ik ook een beetje hier aangebracht en hier. Ik had daar al iets op gedaan, maar ik heb het er gewoon op aangebracht. En kijk even hoe heftig het is. I love it. Oké, mensen, ik kan niet met die geur. Ik vind de geur niet lekker ruiken. Dit is echt zo'n spray. Deze is super handig. Ik zal jullie vertellen waarom. Hij is ook zo lekker klein, dus hij is handig voor me to go. Breng hem mee in je tas. Als je een lange dag hebt waarbij je make-up super lang op moet doen, dan kun je je make-up na een aantal uur weer refreshen met deze refresh spray. Je spreekt dan gewoon weer een beetje op en dan wordt alles weer een beetje mooi in elkaar geblend. En dat soort dingen. Dus daarvoor vind ik hem echt ideaal. Ja, die geur, ik kan er niet mee. Ik vind die geur niet lekker. Het is een beetje een lavendelgeur, maar heftiger. Citroen, lavendel. Een beetje een mix van citroen en lavendel. Citroen is niet echt mijn ding. Maar goed, los van de geur, refresh die wel. Wat ik ook af en toe doe, is dat ik een face mist ook gewoon hier spray. Want dan maakt hij mijn huid ook een beetje refreshed hier. En dat is echt top. Dan komt er zo'n glans en I love that. Nou mensen, dit was dan de video met alle Beauty Bay producten. Wat vinden we van de look? Ik ben zo blij. Deze video ging zo goed. Ik vind letterlijk geen elk product slecht. Dit oogschaduwpaletje is echt een goed paletje. De kleuren blenden goed mee. Ook gewoon lekker heftig. Ik heb echt best wel veel kleuren gebruikt. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 kleuren gebruikt. Met alle 5 ben ik gewoon echt tevreden. Vooral die witte kleur. Ik dacht echt wauw. Ik had niet verwacht dat hij het zo wit zou maken. Dat gebeurt niet vaak. Meestal zijn witte matte kleuren, ja, niet echt heel fel. Vandaar dat de witte kleuren in heel veel paletjes ook glanzend zijn om het heftiger te maken. Deze sponge is ook super super fijn. Echt een aanrader. Deze mist echt heel erg handig voor to go. Dit is echt zo'n face mist die ik meebreng. Dit highlighter paletje ook echt wowie. I love it. Het is echt een mooi paletje. Kijk hoe mooi die glow is. Kijk ook hier op mijn gezicht. Deze ga ik echt zeker vaker gebruiken. En deze liquid oogschaduw ook echt top. Meestal als een liquid oogschaduw er een beetje van afgaat, dan gebeurt dat al terwijl ik mij nog opmaak, omdat ik er altijd best wel lang over doe om mij op te maken. Ik heb hem nou zeker al volgens mij 3 kwartier op of zo, of een uur. Dat kan ook, ik heb het niet echt bijgehouden, maar ongeveer zo. En het zit nog helemaal prima, ook als ik het aanraak is het gewoon goed droog. Het voelt ook gewoon goed smooth aan. Dus deze is ook top. Het gebeurt niet vaak dat ik make-up test en elk product goed vind, maar dat is in dit geval echt gewoon zo gegaan. Deze video is niet gesponsord. Ik heb de make-up niet gehad. Ik heb gewoon alles zelf besteld, betaald. Dus ik ben gewoon echt, echt tevreden. Ik ben echt heel erg blij hiermee. Dus ik raad alle producten zeker te weten aan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!